is ook nog zo, daar kwamen we op de lagere school achter. Ik heb een soort rekenhandicap. Mm-hmm. Ik kan niet automatiseren. Dus met tafels heb ik nog steeds moeite. Hij zei gewoon, nou hang maar uit het vliegtuig. Ik deed het. En ik dacht, jammer dan. Dat je daar nog wel behoorlijke salarissen kunt verdienen. Maar het punt is... Salaris, hè? Ja, precies. Maar niet vermogen. Welkom bij de podcast Hoogvliegers. Mijn naam is Thierry Stokkink, ondernemer en investeerder. En naast mij zit Janneke Willemsen. Welkom. Dankjewel. Leuk om er te zijn in mijn geboortedorp. Ja, we zijn in Middenmeer, hè? Ja. Of all places. Ja, klopt, ja. Dus dat is wel heel, heel leuk. Kun jij jezelf voorstellen voor de kijker, luisteraar die jou nog niet kent? Ja, ik ben Janneke Willemsen. De meeste mensen kennen mij, denk ik, inmiddels van mijn boek Blondjes Beleggen Beter. Waarin ik beschrijf hoe ik zelf ooit ben begonnen met beleggen. Er zijn ook mensen die kennen mij van RTL Z, waar ik verschillende programma's eigenlijk ook over beleggen presenteer. En ja, ik ben ooit begonnen als financieel journalist met 0,0 kennis van beleggen. En op de middelbare school vond ik economie ook zum kotsen. En uiteindelijk, eigenlijk per toeval, ben ik steeds verder gegaan in het vak van financieel journalist. En ook meer steeds stapje voor stapje verder op de beurs. Zelf begonnen met beleggen. Nou, en daar uiteindelijk een boek over geschreven. En daar verdien ik allemaal mijn brood mee. Dus de manier waarop economieles wordt gegeven, werd gegeven aan jou, vond jij niet echt boeiend? Nee, ik vond het echt helemaal niet boeiend. Ik heb ook wel... Dat is ook nog zo, daar kwamen we op de lagere school achter. Ik heb een soort rekenhandicap. Mm-hmm. Dus sowieso rekenen is niet mijn favoriete bezigheid. Ik kan niet automatiseren. Dus met tafels heb ik nog steeds moeite. Of met sommetjes die net boven de 10 uitkomen. Dat vind ik allemaal heel moeilijk. Ja, inmiddels kan ik erom lachen. Maar is het dan niet zo dat je het gewoon, omdat je het bijna niet doet? Want ik heb mezelf aangepraat als hypotheekadviseur, financieel adviseur. Destijds zei ik tegen de mensen die voor mij zaten en die zagen mij dan met een rekenmachine. Terwijl het gewoon een simpele rekensom was. Maar dan zei ik altijd tegen mijn publiek, dat had mezelf wijsgemaakt. Ik mag geen rekenfouten maken. Dus als ik er één naast zit of zo, dan is dat gewoon dodelijk. Dus ik moet altijd een rekenmachine pakken, zodat het gewoon perfect is. Oftewel, ik gebruikte het dus nooit meer. Dus ik kan net zo goed... Ja, ik kan niet hoofdrekenen. Dat is echt heel gek, omdat je het ook gewoon niet meer gebruikt. Ja, en dat klopt. Dat denk ik dus ook. Van, nou, dat is wel heel stom als ik niet binnen een seconde weet hoeveel zoveel procent van zoveel is. En op het moment dat ik dat wel denk, dan breekt het zweet me uit. Ja. En dat is natuurlijk heus iets wat ik echt wel kan uitrekenen. Maar zodra die gedachte al komt van, dit gaat fout. Ja, dan gaat het ook fout. Dus ik weet niet hoe ik daarvan afkom. Ik bedoel, ik weet dat die gedachte er is. Dus je moet even om gaan denken. Ja. Maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Maar het houdt me dus niet tegen, want ik kan het wel. Ja. Alleen als het bijvoorbeeld op een podium is, want ik ben ook wel vaak dagvoorzitter. Ja. Of ik interview mensen, bijvoorbeeld ook voor RTLZ. Of ik doe een live sessie in de online training die ik geef. Ja, dan word ik toch altijd, krijg het een beetje warm van als ik weer een raar foutje maak. Ik herken hem als mensen mij voor schut willen zetten. Nou ja, boeit me niet, vandaar dat ik er ook over praat. Maar aan de andere kant boeit het me wel, want... Ja, als ik dus op een podium word gevraagd van joh, reken dit en dit, dan lukt me dat niet, maar dan vertel ik dat ook gewoon. Gisteren ging ik mijn uren bijhouden, ging eindelijk, want daar heb ik ook geen zin in, ging eens bijhouden hoeveel landingen ik had gemaakt met vliegtuig. Maar ook hoeveel uren ik nu in totaal had gevlogen. Maar dat zijn zoveel sommetjes die ik moest maken. Maar dan word ik weer geconfronteerd met shit, ik kan niet hoofdrekenen. Ja. Terwijl je kan het wel, alleen... Ja, ik heb er geen zin in. Of nou ja, ik merk gewoon, fuck, ik moet hier lang over nadenken. Ja. Ja, en dan denk je, tenminste, dat heb ik dan ook. Dus jij waarschijnlijk ook. Dan denk je, nou, kom op zeg. Dit moet je toch gewoon zo, hop, in één seconde kunnen doen. Ja, en hoezo ga ik er nou aan twijfelen of dit wel klopt? Of het wel 100% klopt? Ja. Ja, inderdaad, of het niet één te veel of te weinig is. Maar ja, wat is nou belangrijk? Hè? Want op school, daar hadden we het over. Wat is belangrijk om als kind te leren? Dat is net zoals nu.
Dat je alle feiten van de Tweede Wereldoorlog zou je eigenlijk moeten weten. Als je nu geschiedenisles nog steeds krijgt, word je daarop getoetst. Maar als je op Google of ChatGPT gaat vragen wat er is gebeurd met alle nuances die jij wil weten, dan komt er toch best wel veel feiten. Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, niet per se alles is heel belangrijk om uit je hoofd te weten en 100% zeker. Maar, en dat komt misschien ook wel door mijn opleiding of instelling als journalist. Ik denk wel dat het belangrijk is om bepaalde kennis wel in je hoofd te hebben. Zodat als jij iets intypt op ChatGPT en er komt weer zo'n onzinverhaal uit. Dat je dan denkt, wacht even hoor, dit kan niet kloppen. Ja. Ik ga toch even checken. Ja, en dan moet je alsnog op Google in de weerwar van bronnen die daar allemaal zijn. De juiste bron eruit weten te pikken. Ja. Maar ik denk wel dat er moet wel een basisniveau van kennis zijn. Zodat jij kunt beoordelen of een nieuwsbron of een informatiebron wel klopt of niet. Ja. Ja. Zou dan zo kunnen zijn dat juist doordat jij economieles niet zo boeiend vond op de manier waarop het werd gegeven, dat jij voor jezelf bent uit gaan vinden van iets in mij zegt van ik vind dit toch best wel interessant, maar het is de manier waarop. Ja, weet je, in die tijd, ik zag gewoon helemaal niet wat er leuk aan was dan op de middelbare school. En ik denk dat ook in het totale vak van economie, dus we hadden dan economie A en B. Nou, ik weet het verschil niet meer, maar het ene zal iets meer rekenen geweest zijn en wat meer macro en het andere iets meer richting boekhouden of zo. Ik kan het echt, ik weet het niet meer precies. Maar ik weet dat in al die uren de les daarvan is er ongeveer één les, dus één lesuur geweest, waarin we het even kort over de beurs hadden. Nou, en daar werd me inderdaad helemaal niet duidelijk gemaakt wat er ook bijvoorbeeld leuk aan zou kunnen zijn om te gaan beleggen. Maar wat vind je er nu dan wel precies, leuk aan? Precies, en dat ben ik gaan ontdekken. Ja. En dat, het begon bij mij met dat ik als economiejournalist op een redactie begon. En dat ik allerlei bedrijven, beursgenoteerde bedrijven ging volgen. En toen ontdekte ik hoe leuk het is om eigenlijk ondernemertje te spelen. Dus je mag als journalist natuurlijk ook allemaal vragen stellen. En ook impertinente vragen. En het is juist ook het spel, en dat vind ik leuk, om daar dan gaten in te prikken in iemands betoog. Maar het betekent ook dat je dus ook je inleeft in een bedrijf. En ik weet nog, er waren toen twee bedrijven die ik volgde. Want ik deed de food sector en de supermarkt sector. En in die food sector was het ene bedrijf kocht net een vitaminetak. Want die zeiden, vitaminesupplementen, dat gaat het helemaal worden. Gaan we volop inzetten. En het andere bedrijf zei juist, we nemen er even afscheid van. Want het loopt niet zo goed, we zien daar niet zoveel toekomst in. Dat soort dingen, dat boeit mij dan. Waarom denkt de een dit en de ander dat? En wat denk ik er zelf van? En dat vind ik dus ook leuk met beleggen. Hè, waarom zou je wel in het ene bedrijf beleggen en zie je in jouw scenario is er allerlei vraag naar en is het een goed product en zit het bedrijf goed in elkaar en verwacht je dus mogelijk ook wel een koersstijging. Mm-hmm. En bij het andere bedrijf denk je van daar blijf ik ver weg van. Volgens mij is het een ingedutte boel en hebt het leven er langzaam uit weg. Ja. En vind je dan nu zo boeiend dat je echt aandelen aandeelhoudersvergaderingen gaan bijwonen bijvoorbeeld? Nee, ik heb dat vroeger wel gedaan. Ik ben wel eens bij een aandeelhoudersvergadering geweest. Echt vroeger waren er ook nog grote persconferenties rondom de jaarcijfers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij die van Ahold ben ik toen regelmatig geweest. Daar kwam dan ook internationale pers op af. En weet je, dat was dan echt een podium met camera's en allemaal internationale journalisten in de zaal met naambordjes. En nou, dat leek in elk geval heel wat. Dus dat was ook heel leuk om naartoe te gaan. En dan bij gewoon de aandeelhoudersvergaderingen, als de cijfers al gepubliceerd zijn. Ja, het was meestal eigenlijk een beetje een suf zaaltje. Dan kan je eigenlijk beter bij de analistencalls aanwezig zijn. Daar wordt nog wel eens een interessante vraag gesteld. Maar dat doe ik eigenlijk ook niet meer zoveel. Ik weet je, de vragen die worden gesteld, meestal komt er uiteindelijk wel een rapport en dan krijg ik toch die informatie wel weer te pakken. Ja, ja, ja. En wat doe jij zelf qua investeren? Ik beleg sinds 2013 en in individuele aandelen. Mm-hmm. En in die hele periode heb ik natuurlijk heel veel geleerd. In het begin nam ik veel meer risico
En nou, ik deed heel veel individuele aandelen en ook veel korte termijn. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens aandelen Bing Bank gehad. En toen op een gegeven moment ging GoPro naar de beurs. En toen dacht ik, oh, dat is lachen, want iedereen loopt met zo'n cameraatje. En dan heb ik heel kort aandelen GoPro gehad, want na de beursgang liepen ze ook snel op. En daarna kreeg ik een beetje last van hoogtevrees. Ook de reden waarom ik hier niet met jou de lucht in durf te gaan. En toen heb ik ze weer verkocht. Maar dat soort dingen doe ik nu eigenlijk niet meer. Maar ik heb wel allerlei aandelen, losse aandelen voor de lange termijn, waar ik best tevreden over ben. En daarnaast, ja, als je het hebt over het spreiden van mijn geld, mm-hmm, heb ik ook nog een apart potje tegenwoordig waar ik maandelijks beleg in ETF's. En ik heb wat afgelost op mijn hypotheek. En ik heb nog een aparte pensioenrekening waar dan voor mij wordt belegd, eigenlijk ook in ETF's. Alleen dat is dan geblokkeerd, zodat je ook van het belastingvoordeel kunt profiteren. Je kan er alleen niet bij. Je kan er pas bij als je je AOW-leeftijd hebt bereikt. En zoals Forex, investeren in edelmetalen, fysiek bijvoorbeeld, in crypto, vastgoed, dat soort dingen. En waarom niet? Nee. Nou, laat ik even beginnen met edelmetalen. Ik vind het wel interessant, hè, voor bijvoorbeeld een spreiding van je portefeuille. Dus, en dan hoeft het voor mij niet fysiek te zijn. Want ik heb daar wel over nagedacht, hoor. Maar als je wilt wapenen tegen inflatie, dan kan dat ook met andere zaken. En je ziet niet per se altijd de prijs van edelmetalen tegenovergesteld gaan aan wat er op de aandelenbeurzen gebeurt. Mm-hmm. Dus dat is een tijd wel zo geweest dat je dan dacht, oh, aandelen omlaag, goud omhoog bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is helemaal geen zekerheid meer. Dat geldt ook voor crypto. Crypto beweegt ook gewoon met het sentiment mee en dan nog veel harder. Bij crypto denk ik ook nog, ja, ik heb daar gewoon, ik heb het wel, hoor. Overigens, ik heb wat bitcoin. Maar ja, dat vind ik te spannend, te risicovol. En ik snap nog steeds niet wat het is. En ik heb wel heel veel mensen gesproken die wel zeker denken te weten wat het is. En ik, voor mij voelt het nog steeds een beetje als gebakken lucht. Van waar komt die waarde nou vandaan? Dat kan iemand me wel nog een keer gaan uitleggen. Maar laat ik het zo zeggen, ik ben er niet van overtuigd. Ja. Dus dan, ik hou het klein. Want ik wil tegelijkertijd natuurlijk weer wel meedoen, hè. Want stel dat het wel keihard omhoog gaat, ja, dan zat ik er toch met een heel klein beetje van mijn geld in. Dus ja, zo. En oh ja, en vastgoed. Ik heb wel wat vastgoed aandelen, maar als ETF. En vastgoed zelf. Ja, ik vind het wel interessant, maar ik ben een beetje daar te lui voor, denk ik. Ik denk, in mijn beleving, misschien is het niet zo, maar mm-hmm, denk, oh jee, dan moet je een pand uitzoeken en dan moet je allemaal contracten en huurders en aannemers en onderhoud en ja, dat is het financiering. Ook. Ja. Dat is het ook. Er zit werk in. En als mensen zeggen van ja, dat is echt passief inkomen, ja, dat is het verre van. Ja. Maar ja, je kan er dus wel voor kiezen van ja, ik accepteer een lager rendement en dan ga ik dingen uitbesteden. Of ik kom met die zak met geld. Ik leg bijvoorbeeld 75% in van al het eigen inleg. En die 25% die gaat iemand anders doen, maar ook het werk. Dus die gaat de pand zoeken. Ja, en als dat dan bijvoorbeeld, weet ik veel, je zwager is die je heel erg vertrouwt. En die toevallig aannemer is of makelaar. Ja, dan zou je dat soort samenwerkingen. Ik heb dat dus best wel veel gedaan. Ja, gekeken van, ja, waar krijg jij energie van? En wat vind ik nou echt super vervelend? Ja, en dat je dus een verdeelsleutel maakt in wie eigen inleg inbrengt. Die hypotheek regelt, die pand zoekt, die het beheer doet. Ja, dan kan je van alles. Maar dan is het wel handig om heel makkelijk te zijn. Ik heb samenwerkingspartners op alle vlakken. Ook in het ondernemerschap. Ja, en ik weet dat het goed gaat, omdat ik best wel makkelijk ben. Ja, ik ben niet zo makkelijk en ik geef de controle niet heel makkelijk uit de hand. Het is ook wel, ik zeg dat, maar het is ook wel weer dubbel. Want met sommige dingen dan kan het me helemaal niks schelen. Ja. Maar ik merk dat ik met veel dingen toch het laatste woord wil hebben of het naadje van de kous wil weten. Ja. En om dan zo te laten gaan, dat vind ik dan altijd spannend. Ja. Apart, hè? Want soms, dat is net hoe je tegen jezelf praat. Ik zeg heel vaak tegen mensen, ja, ik ben een controlfreak. Maar aan de andere kant,
Toen ik op Aruba uit een vliegtuig sprong. Vreselijk. Ja, precies. toen die man die klipte alleen maar eventjes die dingen op mijn rug. En ik heb gewoon nooit gezien of hij dat goed deed of ik wel vast zat. Hij zei gewoon, nou hang maar uit het vliegtuig. Ik deed het. En ik dacht, jammer dan. Ik heb een mooi leven gehad. Maar daardoor kun je wel dingen heel makkelijk loslaten. En sprong ik gewoon. En ja, aan de ene kant ben ik een controlfreak met heel veel dingen. Ja. Wat belangrijk is om echt controle op te doen. Als ik gewoon merk van die mensen zijn competent. Net zoals met die parachute. Dan denk ik alleen maar zo praat natuurlijk. Als ik dan had gezien dat hij die ding. Wat zegt dat nou? Want ik snap er toch geen ene hol van. Dus dan zit ik vast aan hem. Ja. Maar misschien nog steeds niet goed. Nee, en ik begrijp ook met het opvouwen van een parachute en zo. Dat luistert ook allemaal nogal nauw. Ja. Dus ja, bemoei je er dan niet mee. Dat is net zoals als we samen gaan vliegen. Ja, ik heb een iemand gehad en die vond het best wel spannend. En die pakte toch het stuur vast. Oh ja. En ja, ze kon totaal niet vliegen. Ze had nog nooit een keer gevlogen, dus het had geen toegevoegde waarde. Ja, ik zei, weet je wat echt goed voor jou zou zijn? Ook een keertje uit een vliegtuig springen. Dat, ja. Ja, dat heb ik dus met Pieter van Loon gedaan, een grote vastgoedbelegger. Daar ben ik mee gaan vliegen. En hij zei, Thierry, vind het toch nog een beetje spannend. Ik heb ook twee lesjes gevolgd omdat ik piloot wilde worden. Maar dat vond ik ook heel erg eng. Ik zei, volgens mij heeft het ook met controle te maken. Als ga ik een keertje uit een vliegtuig springen. Toen zei hij, ja, dat lijkt me wel ultiem. Ik denk dat dat goed voor me zou zijn, maar ik vind dat wel spannend. En toen zei hij, ja, laat het lot gewoon beslissen. We vliegen nu naar Zeeland toe. En daar gaan wij naar de vliegschool toe. En dan gaan wij vragen of er plek is. En we kwamen daar aan en toen zei ze, ja, er is nog plek voor 4 personen. Ja, en dat is nodig als je tandem wil springen. Over een half uurtje. Ik zei, het wordt je gegeven. En toen is hij nog gegaan ook. Terwijl hij het gewoon spannend vond om te vliegen. En dan ben je, ja, ik denk dat hij rond de 50 is. Ja, als je dan thuis komt en je vertelt je vrouw van, ik ben met Thierry gaan vliegen. En we zijn gelijk aan het vliegtuig gesprongen. Maar ik zag hem wel echt groeien. En dat is wel heel, heel vet. Ja. Ja, nou dat heeft niks met hoogte te maken, maar ik ben een paar maanden geleden voor het eerst in een zweethut geweest. Oh ja. Zo'n zweethutritueel. Nou, ik wist niet wat ik me erbij voor moest stellen, maar heel kort gezegd komt het erop neer dat je dus op de keiharde grond zit en dat iemand anders steeds met hete stenen en met water de temperatuur regelt. Oftewel, het wordt gewoon steeds heter. Ja. Het is pikdonker en je zit zo bij elkaar opgesloten. Ja. Je mag er ook niet zomaar uit. Ja. 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 En dat vond ik ook, over controle loslaten gesproken. Ik vond dat zo intens om die controle te. Nou, ik heb geprobeerd de controle los te laten. Ik had natuurlijk geen controle, maar continu dat gesprek tegen jezelf van. Het is niet erg en je kan dit gewoon aan en je kan gewoon blijven zitten. Waarom zou je eigenlijk naar buiten willen? Hij doet het goed hoor. Ja. Dat is vet als je dat stemmetje goed onder controle kan houden. Ja. Zat je bij de uitgang? Of, Nee. Nee, ik zat niet bij de uitgang. Nee, maar het werd ook ons heel duidelijk gezegd van tevoren. Van als hij straks dicht gaat, dan moet je blijven zitten. En als je eruit wil, dan moet je dat eerst aangeven. Dan moet je dat heel duidelijk aangeven. En ze gaven ook wat techniek om met de hitte om te gaan. Maar als ik nou eerlijk ben, de hitte was eigenlijk niet het probleem. Nee, grappig, maar gewoon hè? Wat er in je hoofd van, oh mijn god, ik kan nu niet opstaan. Ja. En er zo uitrennen als ik al deze mensen in dat Indiaanse gezang zat ben. Ja. En als je dat dan weer breder trekt naar het investeren. Hoe ga jij dan om met morgen flikkert alles in elkaar. En jij zit met, 3 ton in de aandelen. Hoe ga jij daar dan mee om? Dat is weer heel grappig. Dat kan me dus helemaal niks schelen. Waarom niet? Ja, dat klinkt dan overdreven van helemaal niks. Maar weet je, dat geld dat staat op een beleggingsrekening. Dat voelt helemaal niet zoals van mij meer. Ik bedoel, weet wel dat het er is. Mm-hmm. Maar ik heb het nog niet nodig. Laatst waren er wel een aantal wat grotere uitgaven die ik deed trouwens. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja,
zou ik dan dat beleggingsgeld moeten aanspreken. Maar ja. En ja, ik heb ooit met mezelf afgesproken van dat geld is voor later, voor als ik met AOW ben of zo. Mm-hmm. Tenminste, als ik die AOW-leeftijd heb bereikt, als ik met pensioen ben, als aanvulling. Maar ik mag ook heus wel, als het hele leven in duigen valt en ik plotseling vind dat ik er iets heel anders mee moet doen, alles verbrassen in een wereldreis of gewoon thuis met leuke feestjes, dan mag het ook. Ja. Alleen in mijn hoofd is dat dus geld is eigenlijk, ja, ik beleg ermee en ik schrijf erover. Dat helpt ook, hè. Ik schrijf erover. Als ik nou geld vanuit die beleggingsportefeuille ga opnemen en ik zou dan met de wereld moeten delen, ja, ja. Ja, sorry, het zat al een beetje tegen. Dus ja, ik heb nu toch de helft van mijn portefeuille even verkocht, want ik heb het geld nodig. Dus dat helpt ook. Er zitten gewoon duizenden mensen zitten over jouw schouder mee te kijken wat jij met je eigen geld aan het doen bent. En daar leg je een stukje verantwoording aan af. En dan heb je een nog grotere drempel om het op te nemen in je emotionele buik. Ik denk wel dat het meespeelt, ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Ja, want ik krijg dan ook allemaal boze reacties natuurlijk. Tenminste, dat stel ik me voor. Ja, ja, ik krijg ze nu al wel eens. Dat ik te weinig doe of het verkeerde doe of hoezo doe je. Nou ja, dus ik stel me zo voor dat als ik dat zou doen, dat de helft van de mensen die zitten kijken denken van, oh tuurlijk, want het is jouw geld. En dat de andere helft denkt, ja zeg, je had toch met jezelf afgesproken dat het voor je pensioen was. Ja, dus dat blokkeert wel. Ja, ja. En hoe investeer jij? Doe je maandelijks een bepaald percentage van jouw inkomsten? Sluis je dat weg daarnaartoe? Gaat het automatisch? Nee, ik heb dus inmiddels, zou je kunnen zeggen, 3 portefeuilles. Waarvan ik dan die ene, die op blondjesbeleggenbeter.nl staat, ook echt gewoon helemaal zelf doe. Mm-hmm. En daar doe ik op dit moment verrekte weinig. Want ik merk, ik heb daar ooit 1 keer 20.000 euro ingestort. En ik heb nooit bijgestort. En dat had weer te maken met dat ik het makkelijker vond om het rendement dan te kunnen uitrekenen. Hè, want nu kan ik zeggen van, nou, ik ben met 20.000 begonnen. Het is nu 65. En het was ooit 80. Dat is wel jammer hoor. Ja. Hè, want dat want helemaal, het is niet zo dat ik er helemaal niet van baal. Dat het ooit 80 was en nu 65. Ja, ik vind dat niet leuk. Maar niet verschrikkelijk. Maar ik merk dat daar is het lastig om keuzes te maken. Want ik moet dan eerst iets verkopen voordat ik iets anders kan kopen. En ik sta vaker op het punt om iets te verkopen. Omdat ik denk, nou, ik vind dit eigenlijk geen interessant bedrijf meer. En dan op de een of andere manier vind ik tegenwoordig ook altijd weer een argument om het toch nog even vast te houden. Of wat wel positief is. Of wat ik dan toch nog even wil. Ja, dus je zou kunnen zeggen, nou, de beslissing is om niets te doen. Maar ik heb af en toe wel het idee van, ik moet weer wat. Ik moet weer iets veranderen. Nou, dat lukt op dit moment niet zo. Dus er gebeurt tot nu toe weinig. En dan heb ik die ETF-portefeuille. Die is alleen voor de mensen van mijn cursus te volgen. Daar stort ik elke maand 500 euro in. En daarvan koop ik ook iedere maand weer ETF's bij. En ja, dan die geblokkeerde pensioenrekening, daar maak ik ook elke maand, of dat wordt gewoon afgeschreven, 500 euro. En dat doen zij, dus stoppen zij in een gemixt fonds. Ja. Kan het zo zijn, dus dat is een aanname vanuit mij, dat als jij al 20 jaar, ik weet niet hoe lang je precies in het vak zit, maar dat je de hele tijd maar het nieuws te horen krijgt van, nou, die aandelen zijn naar beneden gegaan. Vandaag is de markt zo en zo. Dit is het sentiment. Je hebt al zoveel miljoenen zien verdampen in, weet ik veel, 20 jaar. Dat je geconditioneerd bent van, nou ja, die 20.000 euro lekker boeiend. Vind ik wel een goeie eigenlijk, want dat speelt zeker mee. Want weet je, ik weet nog de kredietcrisis, 2008, die financiële crisis. Dat was echt heel heftig. En daar ben ik toen ook echt wel heel erg van geschrokken. Ik weet nog dat ik op vakantie was en ik had heel handig het boek van Willem Middelkoop mee.
En nou, die beschrijft dan eigenlijk ook dat het eigenlijk alleen nog maar slechter kan. Het ging toen niet over de financiële crisis, maar wel van... Hè, dat was volgens mij als de dollar valt. Toen kreeg ik het echt wel een beetje benauwd, hoor. Toen dacht ik van, jeetje, ik moet alles verkopen en ik moet... Ik moet toch op zoek naar een kluis waar dan goud in kan. En de blikken soep op zolder of ergens een schuilkelder inrichten. Zo. Ja, daar ben ik toen in elk geval wel serieuzer over gaan nadenken. Want dat was echt wel heel spannend. Maar ja, daarna, vanaf 2009, zijn die koersen eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Nou, dan komt de coronacrisis in 2002. Toen dacht ik ook even zo... Want hè, toen kregen we echt een crash. En, 2002, zei je dat nou? 2022? Sorry, 2022 bedoel ik. 2022. 2020. Ik weet het niet meer. In ieder geval 3-4 jaar geleden of zo. Ja. Wat, waarom haal ik die jaartallen nou weer door elkaar? Het was 2020, maar ja. 2020. Sorry. Ja. Even een nulletje vergeten. Ja, ja, ja. maart 2022, toen had je natuurlijk die coronacrash. Nou, dat vond ik wel heel spannend. Ik wist echt niet wanneer het weer goed zou komen. En of dat ook wel weer goed zou kunnen komen. En hoe zou de wereld er dan uitzien. En vooral hoe lang zou het duren voordat het weer goed zou komen. Maar ik heb daar nooit een mega paniek gevoeld. Zoals toen met die financiële crisis. En dat is natuurlijk wel omdat je hebt het al een keer meegemaakt. En het is vervelend, maar er komt wel weer een einde aan. En inmiddels heb ik er dus op geleerd, ook door alles wat er gewoon over geschreven is en alle onderzoeken die erover gedaan zijn, op lange termijn, want dat is echt wel de crux, lange termijn komt het allemaal goed. Ja. Dus wat je moet doen, is je moet ervoor zorgen dat je nooit van op de korte termijn ergens van afhankelijk bent. Ja. Als het maar ver genoeg weg ligt, dan heb je de tijd om iets uit te zingen en weer te verkopen op een moment dat het gunstig is. Het is hetzelfde als met huizen kopen. Als jij nu een huis hebt en de huizenprijzen dalen en je moet hem binnen 2 jaar alweer verkopen met de restschuld, ja, dan zit je. Maar als je er een lange tijd mee kan doen, lang erin blijft wonen, nou, de kans is groot dat het over 10 jaar toch wel weer wat meer waard is. Ja. Dus, ja. Ja. En gelukkig zijn wij nog jong. Ja. Ja. Wat verwacht jij dat er op ons af gaat komen in de komende 5 jaar? Ik vind dat soort dingen voorspellen heel lastig, hoor. Maar als ik nu zie wat er om ons heen gebeurt, heb ik toch het idee dat de komende 5 jaar zullen niet echt meer gloriejaren zijn. Mm-hmm. Zoals we die gezien hebben tot 2020 eigenlijk, vanaf 2009. Dat het bijna alleen maar groter kon groeien, hè, en vrij snel groeide ook. Ik denk dat de economie het nu wat lastiger gaat krijgen. Er zijn ook recente cijfers uit weer van de Nederlandse economie die iets gekrompen is. Ja, dat, zo gaat het wereldwijd ook. Dus ja, en ik denk dat het ook niet slecht is, hoor. Even een stapje terug. Het kan nare gevolgen hebben voor allerlei mensen. Met name natuurlijk als je je baan verliest. Mm-hmm. Maar dit zijn gewoon de cycli van de economie. Ja. Ja, nu werd hij dus nog extremer. Hè? Want voor mijn gevoel hadden we 2-3 jaar geleden al in een crisis moeten zitten. Maar kwam toen corona en toen werd er extra geld bijgedrukt. En toen werden we met z'n allen in 1 keer een stuk rijker. Wat best wel kunstmatig is gebeurd. Waardoor ik me kan voorstellen dat, dat het weer enigszins rechtgetrokken moet worden. Waardoor het gepaard gaat met een nog extremere crisis dan de vorige. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk ten eerste dat geld bijdrukken is natuurlijk al begonnen toen die banken moesten gered worden. Hè, dus al in 2007, 2008. Ja. Toen zijn de geldpersen aangezet. Toen kregen we die onconventionele maatregelen van de centrale banken. En dat heeft een enorme boost gegeven. Zowel aan economische groei als natuurlijk inflatie. En ja, bij corona moesten ze, terwijl ze net op het punt stonden om misschien... Zo van, nou, misschien wordt het wel weer eens tijd om het een beetje af te bouwen. Moesten ze eigenlijk weer een doorstart maken, net als jij met je vliegtuig. Er komt dus nu een moment dat toch wel weer een beetje zal moeten worden afgebouwd. Dat zou in elk geval het gezonde zijn om te doen.
En je ziet dat die instituties, zoals de centrale banken, die zijn er natuurlijk continu mee bezig. Van is nu het moment en hoeveel kunnen we doen? En iets de rente verhogen. Maar ik denk dat zij wat dat betreft echt wel de handen aan het stuur houden. En het niet altijd goed doen, overigens. Maar het proberen zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dat gaat af en toe met wat turbulentie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk verwacht ik dat we wel weer iets terug naar normaal kunnen. Ja, en van de andere kant, als dat niet mogelijk blijkt te zijn, ja, dan is dit kennelijk het nieuwe normaal. Maar wat dan is moet dan er ergens een streep door wat schulden gezet worden, lijkt mij. Ja, als je wil dat je boeken blijven kloppen. In dan is het op landelijk niveau of Europa, want Europa is nu wel echt goed te sjaak met hun schulden. Hoe zie je dat dan? Landelijk of Europa? En wat bedoel je, Europa is de sjaak met... Er zijn best wel wat zwakke broeders nu binnen Europa. Hoe denk je dat die... Ja, maar kijk, dat zijn natuurlijk wel de vraagstukken van de huidige tijd. Mm-hmm. Want waarom is er überhaupt ooit een eurozone in het leven geroepen en een euro, hè? En dat is wel de consequentie. Als je zegt van, we gaan met z'n allen één munt voeren. En er zit dan een regio tussen die wat meer schulden maakt en niet zo goed op de centen let als een andere regio. Ja, dat is wel het gevolg dat jij daar dan ook voor van opdraait. Ja. Ja, of dat nou handig is geweest... Dat weet ik niet. Dat vind ik toch lastig. Van de andere kant, je bent wel één grote handelsunie. Daar zouden voordelen aan moeten zitten. Ik ben daar niet per se tegen, hoor. Alleen, dat is waarvoor gekozen is. Dan zouden we nu weer moeten gaan beslissen om weer allemaal een eigen munt in te gaan voeren. Ja. Ja, nou, laat het er maar niet meer over hebben, joh. Nee, want ik vind, weet je, voor mij persoonlijk vind ik het wel handig dat ik was laatst, was ik even naar Valencia. Dat je daar gewoon met euro's kan betalen, vind ik toch wel prettig. Ja. Ja. Jij bent ook ondernemer. Ja. Wanneer ben jij begonnen? Waarom ben jij gaan ondernemen en waar sta je nu? Ik ben eerst in loondienst eigenlijk al een beetje ernaast gaan klussen. Dus dat is al een heel klein beetje ondernemen. Dus ik had een baan in loondienst. En daarnaast presenteerde ik dingen als dagvoorzitter. Mm-hmm. En webinars en ook al programma's voor RTLZ. Ik heb namelijk al bij RTLZ gewerkt bij de opstart van RTLZ. Dus in 2001 werkte ik daar al. Mm-hmm. En later, omdat je dan ook contact hebt en zo... toen kon ik daar ook gewoon dingen erbij gaan doen. En dat wilde ik niet laten gaan, dus dat deed ik naast mijn baan. Als hoofdredacteur toen van een website. Dus zo is het begonnen. En uiteindelijk, ik was hoofdredacteur van die beleggerswebsite. Ik had al meerdere banen gehad in loondienst. En het was wel goed zo. Ik merkte van, ik wilde gewoon... Ik zag zoveel verschillende dingen waarvan ik dacht, ja, maar dat kan beter. En eigenlijk ook vooral, hè, dat kan ik beter. Ja. Ik ben toch, geloof ik, dan iemand die op de meest onhandige momenten denkt dat ik het beter kan. En ook vaak nog in mijn eentje. En als je dat maar vaak genoeg tegenkomt, dat je daar anderen niet in meekrijgt. Dan op een gegeven moment denk je, nou weet je wat, ik ga het zelf proberen. Toen, wat ben je toen gaan doen? Dat was toen 2013, dus toen heb ik mijn baan opgezegd. Toen kon ik... grappig genoeg viel ik toen met mijn neus in de boter. Toen ben ik eerst meteen, kon ik een programma op Nederland 1, of NPO Nederland 1, NPO 1 TV, ik weet niet meer hoe het heet, kon ik presenteren. Ja. Een talkshow. WNL op zondag. En dat was te gek. En ik wilde me ook helemaal gaan focussen op presenteren en interviewen. Eigenlijk journalistiek op tv. Dus ik heb wat dat betreft echt een vliegende start gehad. Dat was echt fantastisch. Dus ik ben daarmee begonnen. Toen deed ik ook dagvoorzitterschappen daarnaast. En later ook nog een radioprogramma op NPO Radio 1. Toen daar een eind aan kwam. Toen ben ik eigenlijk vooral aan het dagvoorzitter geweest. En nog zaken voor RTLZ aan het presenteren. En toen in 2020, toen verscheen mijn boek...
En toen kwam natuurlijk ook corona. En toen vond ik dat een mooie kans om... Nou ja, ik had al een boek gemaakt. Dan kon ik er ook wel een cursus van maken. En inmiddels kom ik dus ook rond. Hè, een deel van mijn inkomsten komt dus ook van die cursus over beleggen. Ja, ja. Ja. Dus ik heb nog steeds presenteren op tv, dagvoorzitterschappen, online training. En er komen ook nog steeds inkomsten uit het boek. Dus je vond les economie voor je geen reet aan. Maar je bent zo ver gekomen dat je de les ingeeft en zelfs een boek over hebt geschreven. Ja. Ja, wel over beleggen, hè? Ja, ja. Ja, 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 ook nog eens niet over de beleggen. Hele economie, maar wel, ja, ja. Ja. Ja, klopt. En wat ook leuk is, is dat dat boek is ook nog een bestseller geworden. Dus, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja. En kun je dat ook aan bijvoorbeeld kinderen geven van 16 of zo? Jouw boek? Of is het dat... wat is het instapniveau? Ja, het instapniveau is echt wel voor mensen die er niet veel van af weten. Kijk, wat ik in al die jaren heb meegemaakt, omdat ik er zelf niks van af wist. Alles wat je erover leest, dat wordt vaak omgeven met jargon. Mm-hmm. Of met mensen die er heel ingewikkeld over doen. Misschien kunnen ze niet beter, maar het wordt wel, vind ik, noodloos ingewikkeld gemaakt. En dat kan natuurlijk interessant zijn als jij heel graag alle details wil en het leuk vindt om bepaalde woorden met elkaar lekker stoer te doen. Dat je bepaalde trades hebt gedaan en weet ik veel. Het kan ook allemaal hartstikke leuk zijn. Ja. Maar het is niet nodig. En juist die groep van mensen die dacht van, oh nee, maar dit is voor mij echt te ingewikkeld. Die wilde ik bereiken. Dus ja, soms zijn dat ook jongeren vanaf 16 jaar die het boek lezen en mij daar ook op aanspreken. Het is natuurlijk niet op de knietjes geschreven. Hè? Mensen kunnen echt wel zelf nadenken. En dat is ook wat ik ermee wil laten zien. Van, we denken allemaal dat we het niet kunnen, maar je kan het wel. Mm-hmm. Je kan het wel, want zo moeilijk is het niet. En met name als je gewoon die eerste stap zet. En een beetje, ondanks dat je al die termen hoort, je toch je hersenen blijft gebruiken. Even een stapje terug en het even wat minder emotioneel bekijken, dan hoeft beleggen helemaal niet ingewikkeld te zijn. Waarom denk jij dat de manier waarop jij het uitlegt en omschrijft in je boeken, waarom dat dan niet 10 jaar later mainstream kan worden op een school? Die manier van lesgeven. Ja, maar dat kan wel. Waarom maar willen we niet? Dat? Ja. Ja, dat weet ik niet. Misschien wordt het toch nog steeds niet gezien als echt belangrijk, hè? Mm-hmm. Nou weet ik wel, er worden allerlei geldlessen ook op scholen gegeven, hoor. Van hoe je moet omgaan met je budget en zo. Heb ik zelf ook nog wel meegedaan met een stichting. Was wel erg leuk om te doen. Weet je, ik denk sommige... Het hangt er ook een beetje van af van wanneer ben jij er klaar voor om het te horen. Maar ja, van de andere kant, dat is natuurlijk met elk onderwerp zo op een school. Ja, ik zit te denken van waarom gebeurt dat inderdaad niet? Ja, ja. Mijn zoon die zegt, die doet VWO gymnasium, die is 13 jaar en die vindt school geen ene hol aan. Dat zegt hij. Ja. Nou, en dan kan hij wel leren. Ik had veel meer moeite met leren dan hem. Dus hij vliegt er zo doorheen. Maar hij zegt, pa, waarom moet ik naar school? Dan is hij aan het editen op deze podcast bijvoorbeeld. En dan zegt hij, dit vind ik wel interessant. Nou, het gaat echt over dingen als de geschiedenis. Willem Middelkoop heeft het over de geschiedenis. Hij zegt, nou, dit is tenminste geschiedenisles die ik snap en die ik boeiend vind. Edwin Selei, die het heeft over persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Hij zegt, pap, ik heb mijn mentor gevraagd of ik deze podcast die ik aan het editen ben, of ik die mag laten zien op school. Nou, gelukkig zit hij op een redelijk vrije school. Dat ze zeggen van, joh, Thierry, zou jij zelf ook eens een presentatie willen geven aan de eerste en tweede klassers? Dus dat is wel weer fijn dat we zo'n school hebben uitgekozen. Maar ja, hij wordt dus wel getriggerd. Ja, ik zit er ook in te denken van misschien werd het in ieder geval in mijn tijd ook op school wat te abstract gebracht, hè? Kan het dus ook met je voorbeeld te maken hebben? Dat dus iemand het uitlegt die totaal niet gepassioneerd is. En dat ben jij bijvoorbeeld wel. Hè? Je wordt gewoon blij van dit onderwerp. Je vindt het leuk om er constant maar over te praten. En een docent die geeft het er een beetje bij.
die doet het zelf niet echt, hè? Dus een docent ondernemerschap of een docent economie. Ja, is die docent economie, is die vermogend? Is die elke dag aan het treden bijvoorbeeld? Daar ligt toch ook gewoon een groot verschil in? Daar zit denk ik ook een groot verschil in, ja. Ja, zij vertellen er waarschijnlijk. Het gaat natuurlijk niet over iedereen. Er zijn altijd hele leuke docenten overal. Maar waarschijnlijk de meesten vertellen er met wat meer afstand over. Van, nou ja, ik heb hier een boek. Dit is de lesstof die we moeten doorwerken. Nou, laten we eens beginnen met hoofdstuk 1. En wat zijn de belangrijkste punten? Ja. Ja, terwijl wat wij natuurlijk allemaal bij jou in de podcast vertellen, is ook een beetje van what's in it for you. Ja. Weet je, moet je kijken wat wij ontdekt hebben. Ja. En wat je ermee kan. Want wat ik ontdekt heb en wat je ermee kan, dat is dat je met kleine bedragen helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te doen. En als je dan toch gewoon gaat beleggen en het maar lang volhoudt en je geld goed spreidt, dat je dan uiteindelijk kijk je terug op een fantastisch rendement. Want zo is het wel. En dan doe ik nog een voorbeeldje. Toen ik 20 was, 20. Toen ben ik in een of ander, ik dacht dat het een spaarplan was en dat bleek een beleggingsplan te zijn. Pas veel later snapte ik dat, hè, want het boeide mij toen ook nog helemaal niet. En dat bleek uiteindelijk ook een beleggingsverzekering te zijn. Mm. Dus oftewel, er zat een verzekeringscomponent in. En ik had me helemaal niet georiënteerd op wat betekent dit en zouden er risico's aan zitten. Joh, ik dacht, oké, 50 gulden per maand, dat is leuk, ga ik doen. Nou, en dan aan het einde van die looptijd moest je 15 jaar volhouden. Ergens tegen het einde bleek, toen kwam de Woekerpolis affaire. Nou, dat betekent hele hoge kosten die er voor die verzekeringskant afgehaald worden. Dus als je 50 gulden inlegt en dan gaat, ik zal maar een beetje overdreven, maar 20 gulden af voor alle kosten, ja, dan kan er nog maar 30 gulden belegd worden. Dus dan snap je dat je rendement moet dan uiteindelijk niet echt fantastisch zijn. En toch, ondanks alles, had ik na 15 jaar echt wel veel meer dan waar ik mee begonnen was. En toen dacht ik, ja jeetje, had ik dat nou maar met een groter bedrag gedaan. Want 50 gulden, dat werd uiteindelijk €22,69 per maand. Ja. Nou, dat voel je dan helemaal niet eens meer. Dus ja, weet je, als je dat soort inzichten op gaat doen en hopelijk ook kunt overbrengen, dat je je realiseert dat als je dat doet, dat het je later echt vrijheid gaat geven op het moment dat je op kamers gaat, of dat je denkt, ik wil op wereldreis. Er zijn mensen die kopen een camper, of die willen een paar maanden inderdaad gewoon onderweg en van dat geld leven, of een beetje als aanvulling, want je zit, als we naar wat negatievere scenario's gaan kijken, je zit een tijdje zonder werk. Mm-hmm. Het kan zo fijn zijn om een buffer op de bank te hebben waarvan je weet van, ja, maar ja, als ik nu deze baan, als ik even geen nieuwe baan meer vind, ja, dat geeft niet, want ik red het wel met wat ik nu op de bank heb staan. Ja, wat Isaac ook zei, weet je, ja, als je één inkomen hebt uit dienstverband, ben je maar één stap verwijderd van armoede, want als die wegvalt, en dat duurt best wel lang, ja, dan gaat het dus... En daarom is het dus toch heel belangrijk dat dit wel verteld wordt op scholen. Ja. En ik weet niet, Ik zit me voor te stellen van, wat kan je er nou aan doen om dan die boodschap goed over te brengen? Want het punt is, als jij op school zit en je wil daar al niet zitten, dan maakt het vaak ook niet eens uit wie er voor de klas komt staan. Als die dan met een belerend vingertje gaat zeggen van, nou, als je geld verdient, dan moet je wel elke maand een beetje opzij zetten. Dan denk je toch ook, waar is mijn telefoon? Nee, die aanpak die is heel simpel. Kinderen kijken naar daden. Dat is een voorbeeld en daar zullen er heel veel niet mee eens zijn, maar ik ga hem toch noemen. Als jij aan het tanken bent en vervolgens zie je een grote sportauto aankomen rijden. En iemand van onze leeftijd die stapt uit, hè, dus het is niet iemand van 80, want dan denk je ook van 80, ja, als je maar lang genoeg wacht, dan heb je vanzelf wel een sportwagen. Maar dat is iemand van rond de 40, die stapt uit en die gaat tanken. Is dan het eerste wat jij denkt van, zo, die heeft lang gestudeerd, zeg. Die zal wel aan de Nijenrode hebben gestudeerd, want die is succesvol. Dat is toch meestal niet het eerste wat je denkt. Nee,
Het duurt bij mij wel vaak een tijdje voordat ik doorheb dat iemand in een bepaalde auto rijdt, hoor, trouwens. Ja, omdat het je niet boeit in een auto, nee, waarschijnlijk. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Je denkt, ik denk vaak van het zal wel een ondernemer zijn. Ja, ja. Ja, dus stiekem weten we allemaal dat als je vermogend wil worden, dan is de grootste mogelijkheid is dat te doen als ondernemer. Want dan kun je onbeperkt kun je opschalen. Je kan hefbomen met collega's, met tijd. Je kan er veel meer tijd in steken. Ja. Maar in ieder geval de conclusie is, het is vaak niet door het schoolsysteem dat je heel veel gaat leren over vermogen opbouwen. En dat vind ik dan wel heel ironisch. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik heb in mijn familie ook wel medisch geschoolde mensen die best heel veel geld verdienen. En die hebben natuurlijk ook heel lang gestudeerd. En dat is wel in bepaalde takken, hè, en ook denk ik als je advocaat wordt of iets dergelijks, mm-hmm, dat je daar nog wel behoorlijke salarissen kunt verdienen. Maar het punt is, salaris, hè? Ja, ja, precies. Maar niet vermogen. Ja, maar het punt is, als jij een fors salaris hebt, dan moet daarna, dus ik wil zeggen, je hoeft niet per se ondernemer te worden. Ja. Ja. Maar als jij een flink salaris verdient, en zelfs als het klein is trouwens, je moet daarna ook nog leren om daar een deel van apart te zetten. Precies, en te investeren op welke manier dan ook. Ja. En dat is wel, ja. Ja, want dat heb ik dus gezien. Al 14 jaar ben ik hypotheekadviseur geweest. En wat ik vaak zag, patronen die ik zelf ook had, maar nog steeds heb, ik heb er nog steeds last van, is hoe meer ik ga verdienen, hoe meer ik ga uitgeven. Dus vandaar dat ik ook echt vanuit passie en interesse nu jou interview. Omdat ik zelf mijn shit vaak niet op orde heb. Lifestyle inflatie, ja, heet het, ja, toch? Ja. En dat zag ik dus bij, ik had het hogere segment die ik hielp. Dus vooral specialisten, medisch specialisten, advocaten, weet ik veel wat. En ik zag ze dus ook gewoon nog eens leningen hebben, ook persoonlijke leningen. En dan zeiden ze, boeiende rente is maar 2% of weet ik veel, 3%. En moest kijken naar mijn salaris, Thierry. Daar zit natuurlijk ook wel wat in. Maar als je die baan kwijtraakt, even between jobs, dat zag je wel. Dus gestudeerd om een vak uit te oefenen, maar niet gestudeerd om geld te verdienen en vervolgens te behouden en nog eens te investeren ook. Nou, want dat is ook nog iets. Jij noemt net ook het voorbeeld van, je ziet iemand in een mooie auto en wat denk je dan? Ja. Maar soms klopt het ook niet, hè? Nee, je denkt, klopt hij heel heeft vaak geld, niet. Ja. Maar soms zitten ze dikke tot lening, over hun oren, ja, in de leningen. Zeker weten. Ja. Of er zijn mensen die dat dan gaan leasen. Want ja, dat is zo voordelig. Maar leasen is natuurlijk ook een lening. En ik veroordeel dat niet. Ja. Maar het is wel iets waar je bij moet stilstaan. Als je leent, op welke manier dan ook. Of het nou je telefoon op afbetaling is. Of je wasmachine op afbetaling. Of uitgesteld betalen op een andere manier. Het blijft een lening en daar zit dus inderdaad altijd het risico aan vast. Ten eerste ben je gewend aan het comfortniveau. Maar je moet wel die afbetaling blijven ophoesten. En uiteindelijk op die hele lange termijn, als je dan gaat uitrekenen wat jij aan, nou ja, die auto hebt betaald of aan die wasmachine, wat dan ook, dan heb je hem vaak wel 3-4 keer betaald in plaats van als je gespaard had en je kon hem in 1 keer aftikken. Ja, en toch zie je vaak rekensommetjes, hè, en dan heb ik het erover met anderen en dan zeggen ze, ja, ik heb hem uitgerekend, maar als ik een telefoon met een abonnement doe, dan is het nog goedkoper dan als ik hem los koop, omdat er, weet ik veel, iets in verdisconteerd zit, zodat, ja, ze gewoon hopen dat jij je daarna nog een keer gaat verlengen of zo. Maar ook heel veel die zeggen van, ja, ik heb het doorgerekend met een leasecontract. Ja, blijkt gewoon best wel interessant te zijn om de een of andere reden. Ja. Nou ja, met reparaties en zo, en dat die dus wat nieuwer is of blijft. Ja. Ja, ik reken het regelmatig met een accountant. Zitten we dat dan door te nemen van, ja, is het interessanter om zo'n auto privé te kopen of zakelijk? Ja, en dan krijg ik weer van die antwoorden van, ja, Thierry, beide breed, ja.
Ja, deze, allebei is wat te zeggen. Ja, krijg je dat soort. Dan denk ik van, fuck man, ik zit jij nou gewoon 6 uur te betalen om... Nou ja, bij wijze van spreken, weet ik veel, 1,5 uur zit jou te betalen. Als je zo'n moeite heeft met rekenen als wij, dan is het al gauw 6 uur. Ja, maar dan zit ik dus te praten met een registeraccountant die dan zegt, ja, weet je, Thierry, hier, ja, ik heb hier 5 argumenten, hier 5 argumenten. Maar ja, denk, zo, ja, kijk, zo is het wel, helaas, met alles in het leven. Dus ook met beleggen en ook met het maken van dit soort financiële beslissingen. Er zitten aan elke keuze voor- en nadelen. Ja. Weet je, net zoals dat mensen zeggen van je moet niet je hypotheek aflossen, want dan heb je geen hypotheekrenteaftrek. Nee, nou, zouden daar ook niet heel veel voordelen tegenover staan. Namelijk dat je niet elke maand meer hoeft te betalen aan die hypotheek. Maar dat, is, dat was van vroeger, hè? Want vroeger had je nog gewoon heel veel hypotheekrenteaftrek en dat is nu bijna niks meer. Nou, het is nog steeds wel veel, toch? Het is, nou, ligt eraan, als jij een dikke hypotheek hebt, dan wel. En een lage WZ. Maar ja, ze zijn in ieder geval het nu zo enorm aan het beperken. Ja, ze zijn het aan het afbouwen, dat is en het zo. Ligt eraan of jij nu je hypotheek afsluit, want nu zijn die rentes natuurlijk weer behoorlijk hoog. Ja. Ja, nou klopt. En weet je, ook over huizen gesproken. Wij wonen in een huis en dat is een voormalig huurhuis. En onze buren die huren dus nog hetzelfde huis. Nou, wij draaien dus op voor en alle reparaties en zo. Hè, als er iets stuk gaat, niet alles, maar veel. Mm-hmm. En zij hebben dat natuurlijk een stuk minder. Dus dat kan ook een voordeel zijn. En een ander voordeel van bijvoorbeeld huren ten opzichte van kopen kan ook gewoon zijn dat je het gevoel hebt, dat mag ook heus wel wat waard zijn, het gevoel hebt dat je kunt zeggen ik pak mijn boeltje op en toedeledokie, ik ga ergens anders heen als je dat zou willen. Ja. Waar je bij een koophuis het gevoel, want het is natuurlijk allemaal, het klopt allemaal niet, maar het gevoel hebt dat je dat niet zomaar kan doen. Ja. Ja. Dus weet je, maar daarom, huren ten opzichte van kopen of wel aflossen of niet. Of wel beleggen of niet, of waarin dan beleggen. Ik denk dat dus bij alles zitten altijd voor- en nadelen aan. En ik ben dan echt van de van alles wat methode. Van waarom moet je bijvoorbeeld of sparen of beleggen? Als je er toch over twijfelt, doe het allebei een beetje. Want het heeft allebei een functie. Als jij weer teruggaat en het opnieuw zou kunnen doen en je gaat voor het eerst op jezelf wonen, je woont in je eentje, nog geen partner, je gaat je hebt de keuze tussen huren, misschien heb je, stel je hebt wel een goede baan, je kan in je eentje een huis kopen, beginnen met het moment, je gaat op jezelf. Hoe zou jij je financiën dan opnieuw indelen als je weer helemaal opnieuw kon beginnen? Ja, achteraf zou ik wel toch nog een huis gekocht hebben. Ik heb zelf vrij lang in een huurhuis gewoond. Mm-hmm. En dat was ook fantastisch. Maar uiteindelijk hebben wij dus wel samen dan, destijds. Maar stel je voor dat ik dat alleen kon doen. Oh nee, kijk nu gewoon even terug. Mm-hmm. Ja. Wij hebben toen samen een huis gekocht. En dat huis is gewoon zoveel meer waard geworden. We zijn wel inmiddels alweer 18 jaar verder. Stel dat, laat ik hem anders formuleren. Er luisteren nu in een aantal 24-jarigen. En die hebben nog helemaal niks opgebouwd. Die wonen nog bij ouders. En die gaan op hunzelf. Met alle inzichten die je de afgelopen, weet ik veel, 20 jaar heb opgedaan. Ja. Hoe zou jij opnieuw beginnen en dan met een betere start? Ja. Ik zou sowieso beginnen met, als je geen baan hebt nog, om dan sowieso voor jezelf op een geblokkeerde pensioenrekening, al is het €50 per maand, weg te zetten. Mm-hmm. Waar je gewoon niet aan kan komen, dat is echt voor later. Het moet ook niet te veel zijn, want je moet er zelf geen last van hebben. Dan zou ik eenzelfde bedrag minimaal gaan sparen en eenzelfde bedrag minimaal gewoon zelf gaan beleggen. En dat zijn toch wel dingen waar je mee zou moeten beginnen. Dat zijn ook potjes waar je niet aan mag komen. Nou, het spaargeld eventueel wel, als je een probleem hebt. Als er iets stuk gaat en je hebt snel geld nodig, dan mag je wel in je spaargeld zitten. Maar dat zijn toch echt wel en de eerste stappen om die 3 potjes aan te leggen. En daar zoveel mogelijk af te blijven. En het te automatiseren. Mm-hmm. Dus niet de hele tijd maar denken, oh, wat zal ik vandaag weer eens gaan kopen? Of wat moet ik vandaag verkopen? Dat je continu daarmee aan het handelen bent. Nee,
Het is gewoon, oké, je bent nu volwassen. Dus afgezien van, je geeft iets uit aan boodschappen, je geeft iets uit aan huur of aan hypotheek, ga je ook een beetje sparen, ook een beetje beleggen en ook een beetje voor je pensioen zorgen, zodat je dat later allemaal op orde hebt. Want als je dat doet, ben je zelf echt wel heel erg dankbaar. Ja. Ik zou zelf nog steeds willen dat ik dat toen had gedaan en gewoon had volgehouden. Ja, het mooie hoe ik heel lang heb geleefd was het tegenovergestelde. Gewoon elke keer weer spullen. Dan heb ik weer 50 euro gaf ik uit aan spullen. Weer 50 euro aan spullen. En dan dacht ik, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Als ik dit nu niet had uitgegeven, stond ik nog steeds. Maar ja, dan vond ik dat leuk. Aan hobby's en weet ik veel wat. Moet je voorstellen wat je al aan hobby's. Maar ja, je hebt ook zoiets van, ik wil herinneringen maken. Ik wil genieten van mijn leven. Dus ja, daar moet ook een goede mix in zijn. Maar ja, als je precies, dus want je moet het zelf ook voorkomen. Kijk, jij bent degene met het stuur in handen. Dus je moet er ook voor waken dat jij je eigen leven een hel gaat maken. Hè? Ja. Dat is niet de bedoeling. En niemand anders gaat jouw leven leuk maken. Dus je moet wel even over nadenken van waar wil ik geld aan uitgeven? Dat je dat ook echt kan doen. Dat zou toch zonde zijn als je niks meer mag kopen waar je zelf plezier aan hebt. Of niet meer leuk uit eten of op vakantie. Maar het zou dat moet je gewoon blijven doen. Alleen het is zonde als je geld uitgeeft aan dingen waarvan je later denkt, oh ja, heb ik weer zo'n frutsel. Ja. En dat staat hier maar op de vensterbank. En dat je niet eens meer weet waarom je dat eigenlijk gekocht hebt. Dat is zonde. Ja, dat heb ik bijna nooit. Dat echt teringzooi koop, maar zo te zeggen. Maar wel dat ik denk van, als ik dit weer had geïnvesteerd. Ja. Maar ja, dan ga je jezelf dus helemaal gek maken. Wat ik dus altijd doe, best wel regelmatig, dus ook bij vlagen trouwens, dan koop ik weer allerlei elektronische dingetjes. Mm-hmm. Dus opeens moet ik toch een nieuwe camera of een betere microfoon of dit is een veel handiger laptopje of een los toetsenbord heb ik op een gegeven moment gekocht, want ik dacht dat typt veel lekkerder. En dat gebruik ik dan uiteindelijk niet. Ja, maar ja, dat is dan jammer. Ik denk altijd dat ik dat wel ga doen. Dus iedereen heeft dat toch? Met iets. Ja, dus in dat opzicht moet je ook dingen loslaten. Dus jij zegt, als ik opnieuw zou moeten beginnen, of dit nou nu zo tegen de luisteraars die echt helemaal moeten beginnen en die hun economieles ook super saai vonden en daar weinig van hebben opgestoken, dan zeg jij van, ga in ieder geval een klein deel geautomatiseerd op een geblokkeerde pensioenrekening komen, storten. Nou, hou er dus rekening mee. Dat kan je dus echt niet opnemen als je er spijt van hebt. En dan is het voordeel dat je er bijvoorbeeld weer aftrekbaar kan stellen. Nou, het mooie is wel, je kan het ook pauzeren. Dus dat is dan weer, geeft weer een beetje lucht. Dat je denkt, oh, ik leg me godzijdank niet voor 30 jaar vast. He, want daar krijg ik het ook altijd een beetje benauwd van. Als het allemaal tegen zit, kan je ook heus even zeggen van, nou, deze maand even niet. Ja. Alleen het punt is, het geld wat je inlegt, dat ben je een soort van kwijt. Ja. Totdat je met pensioen gaat. Je kan het wel opnemen, maar dan betaal je zelf over kosten en uitgestelde belasting. Dat zou zonde zijn. Ja, dus daarom is het belangrijk om dat tweede potje op te bouwen. Kijk maar naar, dat is het mooie dan weer van zo'n crisis die we hebben meegemaakt. De coronacrisis, dat je beseft van, fuck, ik was horecaondernemer of festivalondernemer en opeens heb ik helemaal niks meer. Dat is natuurlijk uniek, hè? Dit hebben we nog nooit meegemaakt, zoiets. Dat hele branches in elkaar flikken. Nee. Maar dan is het dus ook weer de vraag, hè? We moeten daar toch gewoon de rekening voor gaan betalen. Als je al die landen gewoon zo even maanden dicht gooit. En dan zegt van, we zetten de pers aan en we gaan gewoon even wat geld creëren. Hoe kijk je daar dan tegen? Het principe van lenen, hè? Dat is geld wat er eigenlijk niet is. Zo wordt geld gecreëerd. Kom je dan tot de conclusie van, we kunnen gewoon, omdat we zo heftig erin zitten, kan dit gewoon nooit meer opgelost worden en we blijven gewoon maar doorgaan? Of denk jij dat er ooit nog eens een keer gereset wordt? Nee, ik geloof niet zo in een reset.
Ik denk namelijk dat alle instituten, overheden, iedereen die gekozen is en aangesteld, niemand wil die pijn gaan voelen. Mm-hmm. Ja. Dus ja. Hoe is dat dan? Dus weet je, daar komt wel weer een maniertje voor. Ja. Weet je, nou ja, wat ik al zei, weet je, maar nu heb je bijvoorbeeld de coronasteun, daar hoorde ik nu ook weer over, dat ondernemers dat nu moeten gaan terugbetalen. Mm-hmm. Lijkt me ook logisch. Mm-hmm. Ja, daarbij zullen dus uiteindelijk ook weer mensen ertussen zitten die het niet kunnen betalen. Ja, dan vallen die om, uiteindelijk. Lijkt me toch niet leuk, maar ja, dat is wel een onvermijdelijk gevolg. Ja. En er zullen er ook tussen zitten die nu weer heel lekker draaien, want die hebben een rare periode achter de rug, maar hup, nu zit het terras weer vol, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zo zal het op groter niveau, denk ik, ook gaan. Ik weet dat er mensen zijn die daar heel anders over denken, maar ik heb daar echt vertrouwen in. Ja, daarom vind ik het zo leuk om allemaal verschillende soorten gasten uit te nodigen met de visies. En daarom vraag ik ook naar de mening. En niemand heeft gelijk, want we denken maar wat. En daarom is het leuk om... Je kan pas achteraf zeggen wie er gelijk had. Ja, ja. Ja, en dat zie je bij Willem, want als ik het commentaar te lezen onder het videootje. Dan, ja, Thierry, wat hij nu zegt, ja, dat zei hij 5 jaar geleden ook en 10 jaar geleden ook. Ja, ja, op den duur ga je een keertje gelijk hebben. Daarom vond ik het ook leuk om dat aan Willem te vragen. Van, ja, hoe kijk je daar dan naar, dat mensen dit dan de hele tijd zeggen? Ja, ja. Ja. Nee, ja, en iedereen heeft zijn eigen mening en... Ik denk ook in het geval van Willem, die staat daar ook achter en die acteert daar ook naar. Die zorgt ervoor dat hij voorbereid is op het scenario wat hij in zijn hoofd heeft. Nou, dat zou iedereen moeten doen. Ja. Ik ben voorbereid op een scenario wat ik in mijn hoofd heb, waarvan ik denk van, nou, waarschijnlijk, misschien ben ik te laconiek, maar ik denk, nou ja, dat loopt wel met een sisser af, want niemand wil een harde reset. Dus alle instituten zullen er alles aan doen om dat soepel te laten verlopen. Ja. En de pijn te stillen, zoals bijvoorbeeld dus ook met corona en coronasteun geweest is. Ook al was het tijdelijk, maar ja, dan komt er inderdaad toch wel weer zo'n rare constructie naar boven. Waar we dan ook wel weer blij mee zijn. Ja, ja. Ja, ik vertrouw daarop. En dus daar ben ik op voorbereid. En hoef je het ook helemaal niet mee eens te zijn. Als je het anders ziet, nou, zorg ervoor dat je die weg kiest. Voor de kijker, luisteraar die zich wil voorbereiden op een scenario. Wat is het meest laagdrempelige wat jij ze kan geven? Naar welke website of account kunnen ze het beste toesturen? Naar mijn eigen account. Ja. Ik denk dat het makkelijkste is blondjesbeleggenbeter.nl. Mm-hmm. Maar je kan me ook op Instagram vinden, @JannekeWillemsen. En wat vinden ze op jouw website? En op mijn website zie je mijn blogs. En dus ik schrijf daar hoe ik met mijn eigen portefeuille omga. En wat mijn gedachten zijn daarbij. En dus of ik daar wel of niet een actie op onderneem. Ja. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik wil deze video's, podcast wekelijks volgen, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En druk ook op de like-knop en zorg dat deze video's worden gedeeld in jouw netwerk. En dan hou er rekening mee, elke zondag om 8:00, dat is een nieuw. Ik heb op YouTube gekeken van hoe vaak worden de video's nou bekeken. En ons publiek kijkt vooral op zondag. Dus zondag om 8:00. Als ze nog in bed liggen. Ja. Ja, in ieder geval op de zondag wordt veel geluisterd. Dus hou er rekening mee dat die elke week om 8:00 dus online gaat op zondag. Janneke, dank je wel voor deze aflevering. Ja, bedankt. Graag gedaan. Tot bij de volgende video.